In dit filmpje gaan we het even hebben over de digitale schoolgang. Wanneer je in Smart School zit, heb je twee mogelijkheden om naar je digitale schoolagenda te gaan. De eerste mogelijkheid is aan de rechterzijde onder administratie vind je de link schoolagenda, of je gaat via de kalender naar de dag waar je je agenda wilt bekijken. Je ziet ook dat hier in dit geval een aantal rode en oranje vakjes staan aangeduid. Dit heeft te maken met de taken en de toetsen die je op die dag moet afleggen, maar daar kom ik straks even op terug. We gaan bijvoorbeeld naar 17 november. Je klikt op de datum en je zegt open mijn schoolagenda. En je gaat zien dat daar de schoolagenda van de hele week zichtbaar is. Standaard is dit de 5 dagen weergave. Je kan hier aan de linkerzijde kiezen voor de dagweergave. Dan zie je de agenda enkel van deze dag. Voor de 3 dagen, 5 dagen of je kan eventueel een lijst aanduiden. Maar we gaan het voorlopig houden bij die 5 dagen week, dat is het meest overzichtelijke. Wat zie je in deze schoolagenda? Daar zie je alle lesuren van de dag met de leerkracht, het vak en het lokaal waar je moet zijn. Wat zie je nog in dit overzicht? Is dat bij iedere les gaat ook het lesonderwerp staan. Dit lesonderwerp moet je dus niet meer noteren in je schoolagenda. Bijvoorbeeld bij lichamelijke opvoeding zie je het lesonderwerp staan, les 1, toestel turnen, mat, herhaling, handstand, doorrollen en vormen van rollen. Wanneer je meer informatie wilt over dat vak of over die les, dubbelklik je daarop en krijg je extra informatie. Je ziet het onderwerp staan, er zijn geen taken en toetsen ingegeven en je moet geen lesmateriaal meebrengen. Wat kan je aan dit vak nog aanpassen? Wanneer je daar dubbel op klikt, kan je daar zelf een notitie doen. Bijvoorbeeld, breng een bal mee. De leerkracht heeft gevraagd om een bal mee te brengen. Dit kan je als notitie of als aandachtspunt noteren. Wanneer je op opslaan klikt, dan gaat dat berichtje daar komen te staan. Wanneer je dan later je schoolagenda raadpleegt, dan zie je, oké, ik moet eraan denken om een bal mee te brengen. Dubbelklikt, bij notitie kom je daar. Schrijven, wat kan je nog doen? Je kan voor ieder vak een bepaalde kleur toekennen. Bijvoorbeeld, ik wil LO oranje aan toekennen, dan klik je op opslaan en je gaat zien dat de vakken LO in het oranje staan. Bijvoorbeeld Nederlands wil ik groen aanduiden. Oké, dan ga je zien dat Nederlands 4 uur in de week is en dat je op die manier gemakkelijk je vakken kan onderscheiden van elkaar. Taken en toetsen. De taken en de toetsen dien je wel nog te noteren in je papieren schoolagenda. Maar ook de leerkracht zal de taken en de toetsen op Smart School in je digitale schoolagenda zetten. Wanneer je in je startscherm van Smart School zit, zie je bij de kalender gele en rode vakjes staan. Dat wil zeggen dat er op dat moment een taak of een toets is. Ik ga bijvoorbeeld naar zo'n dag toe. Open in schoolagenda. Je ziet dat je een groen boekje hebt, een rood boekje hebt en de week daarna staat ook een geel boekje. Dus er zijn 3 soorten boekjes dat je ziet staan in je digitale schoolagenda. Het groene boekje wil zeggen, op dat moment is er een taak of een toets opgegeven. Bijvoorbeeld, maandag het 7e uur, dubbelklik ik op het vak van aardrijkskunde en ik zie taak opgegeven maandag 13 november. En de deadline daarvan is 20 november. Wanneer ik ga kijken op 20 november, dan zie ik daar inderdaad een geel boekje staan. Het was opgegeven 13 november, waar ik daar net was. En ik zie vandaag moet die taak afgegeven worden. Dus het gele boekje wil zeggen, dit is een taak dat je moet afgeven of een taak dat je moet doen. Het rode boekje wil zeggen, er is een toets. Als ik hier bijvoorbeeld dubbelklik op maandag 20 november, dan zie ik hier een herhalingstoets van grammatica, aangekondigd dinsdag 14 november. En de toets is de deadline, dus de toets gaat door op 20 november. Dus eigenlijk heel simpel, het groene boekje geeft aan wanneer een toets of een taak is opgegeven. Het gele boekje geeft aan wanneer een taak moet ingediend worden. En het rode boekje geeft aan wanneer dat de overhoring of de toets doorgaat. Papieren schoolagenda. Wat noteer je nog in je papieren schoolagenda? Net zoals vroeger noteer je de vakken die je hebt op de verschillende uren. Dus in het weekend
weekend voor de nieuwe lesweek begint, noteer je voor heel de week je lesrooster. Bijvoorbeeld hier maandag leert je Nederlands, Latijn, godsdienst, wiskunde, Frans, Duits enzovoort. Je noteert het voor heel de week, zodat je, wanneer je geen toegang hebt tot Smart School, je nog steeds weet welke boeken in je boekentas moeten zitten of welke lessen je de volgende uren of de volgende dagen hebt. Wat noteer je nog in je schoolagenda? Wanneer een leerkracht een toets of een taak opgeeft, zal hij of zij ook vertellen dat je dit in je agenda moet schrijven. Bijvoorbeeld hier, vrijdag is er een overhoring van Engels, dan zal je in je papieren schoolagenda die overhoring nog moeten noteren. Waarom? Wanneer je bijvoorbeeld in de studie zit, in de avondstudie zit of thuis en je hebt geen toegang tot Smart School, kan je steeds in je agenda zien tegen wanneer je de toets hebt en over wat de toets of de taak zal gaan. Je hebt dus geen excuus wanneer je geen toegang hebt tot Smart School om te weten of je al dan niet een toets hebt en of je bepaalde boeken moet meebrengen naar de volgende les, ja of nee.